Hey, daar heb je die kriebelhoest weer. En daar heb je Ricola voor. De kruidenbonbon met 13 alpenkruiden uit Zwitserland. Ricola heeft dus een natuurlijke werking en het smaakt nog lekker fris ook. Ricola, natuurzuiver op zijn Zwitsers. Het goede doel live. Een fantastische LP met alle hits live. Op een avond, dat zijn film te veel. Het goede doel live. Op LP, MC en CD. Van Dino natuurlijk. Kwaliteit die je proeft. Pinkie doet een dier plezier. Onze poes, ja, ieder dier. Alle dieren groot en klein. Pinkie wil daar lief voor zijn. Ja, Pinkie doet een dier plezier. Hond en poes, ja, ieder dier. Want Pinkie heeft 1001 dingen waar dieren dol op zijn. Hier, ik zal je nou eens wat laten proeven. Goh, heb je iets speciaal voor mij in huis gehaald? Mm-hmm. Smaakt goed, zeg. Lekker pittig. Tja, het is ook van Douwe Egberts. Ja, dat bedoel ik nou. Dat proef je meteen. Dit is nou cafeïnevrije koffie van Douwe Egberts. DKV van Douwe Egberts. De lekkere cafeïnevrije koffie. DKV cafeïnevrij? Dat meen je niet. Philips heeft een nieuw soort koortsthermometer ontwikkeld. Je hoeft hem nooit af te slaan, je drukt gewoon op het knopje. Hij geeft de temperatuur al na 1 minuut in grote, duidelijke cijfers. En als hij een keer valt, is er niks aan de hand. De nieuwe Philips koortsthermometer. Veilig, snel en makkelijk af te lezen. Neem de tijd voor jezelf. Neem de tijd voor je huid. Neem Fenjal. Want Fenjal bevat natuurlijke oliën die zelfs een droge huid weer lekker zacht en soepel maken. Fenjal badcosmetica. Voor een zachte en soepele huid. En dat is waanzinnig lekker! Dit is het leukste dat ik ooit heb laten zien. De eerste grote kleine stofzuiger. De supercompact van Moulinex. Snoer, 6 meter. Stofzak, 7 liter. Motor, 800 watt. Aan de ene kant is die groot, aan de andere kant is die klein. En in het midden is die gewoon leuk. Moulinex, daar heb je meer aan. Ik ben anders. Dan ik. En jij bent anders. Dan jij. En zij is weer anders. Dan zij. En toch gebruiken we allemaal nachtcreme van Dr. Van der Hoog. Want Dr. Van der Hoog maakt een hele serie nachtcremes die er allemaal voor zorgt dat je huid 's nachts bijkomt, dat die 's morgens weer zacht is, maar die verder toch stuk voor stuk anders zijn. Of niet soms. Dr. Van der Hoog. Omdat alle vrouwen anders zijn. Het gekke is eigenlijk dat wij in deze televisiespot helemaal niks over te verkopen. Hè? Behalve het Zwitserlevengevoel. Ja, maar dat is moeilijk. Mijn Nederlandse gevoel uit te leggen. Hm? Oh, misschien is het wel het verschil tussen verse koffie en geen verse. Duidelijk. Toch heel simpel.
Wat je bedoelt. Gek, hè? Maar iedereen geniet altijd op zijn eigen manier van een after eight. Een kolonel als oom George, die valt er doelbewust op aan. En William is zo verstrooid dat hij het soms gewoon vergeet. En mijn dochter, die wil altijd alles even mooi doen. Tja, en ik? Ik neem er gewoon nog een. After eight. Beter gezelschap is er niet. Zo, meneer heeft er zin in. Ja, dat komt natuurlijk omdat hij Formula Shell tankt. Want door die unieke Spark Eater die erin zit, rijdt je auto gewoon lekkerder. Hij reageert pittiger en wordt krachtiger. Tja, met Formula Shell is het eigenlijk net of je auto wat... Hoe zal ik het zeggen? Wat meer pk's krijgt. Formula Shell, de betere benzine. Aanbijen, een hinderlijke kwaal die veel voorkomt. 1 op de 6 Nederlanders heeft er last van. Voelt u pijn, jeuk of irritatie? Vraag uw drogist dan gerust om Sperti. Sperti werkt snel, krachtig en verlichtend. Miljoenen mensen gebruiken het, want Sperti helpt. Rechtstreeks vanuit de Bebop Discotheek in Amsterdam is dit Nederland Muziekland. En hier is Erik de Zwart. En die zegt goedenavond, hartelijk welkom bij de 101e uitzendingen van Nederland Muziekland. Zoals gezegd, rechtstreeks uit Amsterdam, uit het theater waar het allemaal begon, de discotheek Bebop. Vroeger heette dat de Flora en 6 jaar geleden kwam daar de eerste aflevering van Nederland Muziekland vandaan. En hier zijn we weer met al die artiesten. En omdat hier gaat om nou een bioscoop, hebben we een toepasselijke titel als eerste groep. Het goede doel met 4 films.